Maar vandaag ga ik de videoclip opnemen voor Dief in de Nacht. Ik heb ook je verhaal en ik zie je daar staan dan met... Ella! Jongens, het scherm! Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag vroeg. Het is bijna 7:30 en het is nog helemaal donker buiten. Maar vandaag ga ik de videoclip opnemen voor Dief in de Nacht. En straks precies om 7:30, volgens mij is het nu iets van 7:50. Maar straks om 7:30 komt een stylist, die gaat mij een klein beetje opmaken. Die gaat Ella een beetje opmaken, want Ella gaat er ook een paar shots in spelen. Dus het wordt hartstikke leuk allemaal. Maar poh, jongens, dit is voor mij echt wel lang geleden dat ik een keer zo vroeg ben opgestaan. Gisteren zijn we natuurlijk ook uit geweest, want ik ging filmen voor de serie van Crash naar Sixpack dat we uitgingen. Maar jongens, het maakt niet uit, want ik heb er zin in. Dus ik ga eventjes een koffietje zetten en dan gaan we eventjes wachten tot de vrouw er is. Dames en heren, ik ben net in de visagie geweest. Er was net een vrouw en die heeft hier alles neergezet en we zijn in de visagie geweest. Kijk eens eventjes. Ella die is ook gewoon helemaal opgemaakt. Ja. Kijk eens hoe mooi. Maar goed jongens, ik heb hier allemaal kleren bij me en we gaan er vandoor. We gaan naar de Zuidas. En dat is de eerste locatie waar we gaan filmen. Ja jongens, dat is wel echt jammer. Het is aan het regenen en het is echt grauw weer. Maar goed jongens, het was allemaal heel erg last minute van oké, we gaan morgen een clip draaien. En Sino gaat de clip draaien en Sino heeft ook aubergine gemaakt. Maar het was allemaal last minute, dus we moesten echt vandaag gaan. Want anders zou het allemaal een beetje moeilijk worden qua tijd en qua planning. Maar we gaan er gewoon wat vets van maken. Ook al is het een beetje gauw weer, het komt helemaal goed. Kijk eens even jongens, we zijn lekker aan het filmen. Lekker in de regen, Geer. Heerlijk hè? Nou, we hebben net alle mooie close-upjes gemaakt van Ella. Ja jongens, het is wel echt kloot. Het is buiten echt slecht weer. Dus zeg maar, voor je haar is dat niet goed. Op beeld is het ook niet zo mooi. Dus dat is wel echt zonde. Kijk, de man is aan het werk. Potje aan Dori. We zijn nu beland bij een parkeergarage en we zijn gewoon lekker aan het rondrijden, kijken naar vette locaties. Maar dit ziet er wel dik uit, dus we gaan kijken of we hier iets vast kunnen draaien. We zijn nu aan het kijken wat een perfecte shot is voor de videoclip. Een perfect shot. En we zijn hier nu bij Amsterdam Zuidas. Prachtige locatie. Luister, als we door moeten, moeten we door. Wat zeg je? Als we andere locaties. Als we door moeten, moeten we door. Luister naar de instructies. Wat zeg je? Goed luister naar de instructies. Ja, ik moet luisteren. Moet je trouwens eens kijken. Het is echt een beetje hier, een beetje schimmig zo. Maar het is juist wel dik. Ja. Maatje kosten. Kijk, zo is het ook nog vet, hoor. Ik heb ook je verhaal en ik zie je daar staan dan met al die guys om je heen. Maar ik geef geen fuck om met wie je daar samen bent. We zijn weer bij een nieuwe locatie. En wat ik net ook al zei, we zijn gewoon lekker aan het rondrijden. Allemaal verschillende locaties checken. En we zijn nu hier bij Sluishuis, volgens mij heet het. Maar kijk hoe vet jongens. Dit zijn dus ook appartementen. Je kan dus zeg maar daaronder je boot neerleggen en zo. Echt wel dik. En dit is dus in Amsterdam bij Eiburg. Ik wil dat je blijft. Ik ga je stelen. Als ik diep in de nacht heb, vanavond ben jij van mij. Ga jou niet delen. Jongens, we zijn boven. We hebben al deze trappen op. Nee, dat is niet waar. Maar kijk eens eventjes, wat een uitzicht, hé. Dit is top. Nou jongens, we zijn klaar voor vandaag. De hele clip staat erop en het gaat echt heel vet worden, jongens. 28 oktober komt Dief in de Nacht uit. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Hele goede morgen allemaal. La 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 la. Jongens, goedemorgen. Ik heb lekker geëdit, want eigenlijk zou vrijdag mijn vlog online komen. Maar die komt nu zaterdag online. En het is vandaag zaterdag. Dus ik ging net eventjes lekker editen, jongens. En ik moet zeggen, ik ben echt blij dat hier gewoon weer lekker mijn studiootje is. Het edit zoveel lekkerder. Maar goed, ik ben dus klaar. En ik ga samen met Ella gaan we richting Haarlem. Daar zijn Ruben en Amber al. Gaan we even lekker lunchen bij mijn ouders. En dan gaan we daarna naar Bloemendaal. Bij de hockeyclub Bloemendaal. Want Daniek, de vriendin van Willem, die moet daar hockeyen. Dus dan gaan we gewoon met z'n allen gezellig kijken. Dus jongens, let's go. We gaan richting Bloemendaal. Wat een lelijke foto zit ik naar te kijken, zeg. Doe eens normaal, joh. Doe eens even normaal. Daarom moest ik opeens wel snel naar buiten, hè? Als je in je eentje foto wilde maken. Goedemorgen!
Oh. Zo, naar Min Eins. Ik heb dus die groene cargo pants aan. Cardi. Cardi B pants. Cardi nee, pants. Ik heb die groene ik heb die groene cargo pants aan die ik had gekocht voor de verjaardag van Gio en Melanie. Alleen, ja, ik vind hem eigenlijk best wel leuk, toch? Hier, staat best wel leuk. Of vind je mij niet leuk zo? Ik vind jij sowieso niet leuk. Leo, oké! Okay. Wat een heerlijk soepje zeg. Kijk eens eventjes wat een gezelligheid zo, met z'n allen. Open haartje aan, heerlijk weer om straks te gaan kijken naar hockey. Helemaal top. Heel lekker weer. Maar ik heb gelukkig een lekkere dikke jas mee. Ja, kijk, ja. Dat is perfect. Je moet ook wel in het voet. Mag je niet in de regen met je voetje? Nee, maar is niet handig toch? Gewoon een sok. Ja, dat is inderdaad niet zo handig. Geen kaplaarzen. Nee, geen kaplaarzen. Oh, kijk eens eventjes wat mijn moeder voor mij heeft gemaakt. Een lekkere salade. Hey. Jij krijgt gewoon koolhydraten en brood. Ik wil ook dit. Nee, jij krijgt dat niet. Mama! Ik wil ook dit. Anders lekkers. Wat worden we verwend, hè? Jij niet. Jij niet. Kijk even wat mijn moeder heeft gemaakt. Een hele schaal, een hele plank vol met allemaal lekkere broodjes. Ik ken je, is mijn favorito. Ik heb hier natuurlijk ook een lekker carpaccio. Ook mijn favoriet. Alleen die zonne zal hem niet. Dat is ook volgend jaar. Nou jongens, lekker. Kijk, lekker dik jasje aan, mutsje op. Lekker naar de hoekje kijken, hè? Groene kikker. Echt een zaterdag. Een groene kikker. Een groene kikker? Heb jij een groene kikker gezien? Hè? Huh? Oh ja, kijk, ik ben een groene kikker. Ik heb ook een groenige jas aan. Groenige broek. Helemaal leuk, joh. Kijk jongens, daar staan we. Langs de lijn. Weet je, het is heel grappig is. Ik weet niet of, ja, dat weet jullie wel. Ik heb dus ooit op hoekje gezeten. Eigenlijk heel mijn leven. Tot de A1. Dus ja, wel leuk om weer een keer te kijken. Ella. Nee, ik liet hem gewoon vallen. Maar wij moeten eventjes naar huis. Want ik heb mijn video dus net vanochtend geüpload. Alleen, en toen ben ik gelijk weggaan, zeg maar, hier naar Haarlem, naar mijn ouders. Toen kwam ik bij mijn ouders aan. Toen kreeg ik opeens een melding van dus, de YouTube-app. Met van, hey, er is een claim ingediend. En er stond, er is een claim ingediend op je video. Dus waarschijnlijk is er ergens dat we uitgingen, is er een nummer te lang in beeld geweest. En dan mag je die gebruiken. Dus ik moet nu even snel naar huis. Dus waarschijnlijk komt de video iets later. Dus let's go, snel naar huis. Je mag ook de volgende doen, hoor. Het is 15 oktober, El. Doe maar de volgende. Dit is echt oktobermuziek. Nee. Ja, maar je gaat toch geen kerstnummers al luisteren in oktober? Dan is het zo saai. Dan heb je straks in november, december heb je niks meer om te luisteren. Ik ben al 2 maanden bezig met mijn kerstmuziek luisteren. Man. Na mijn verjaardag ga ik altijd helemaal voor. Ik ben benieuwd, dames en heren, jongens en meisjes. Luisteren jullie nu ook al kerstmuziek, ja of nee? Ik denk... Ga het doen, het is echt een aanrader. Weet je dat ik serieus... Ik word zo vrolijk van kerstmuziek luisteren. Ja, het is wel heel leuk, maar ik vind het zonde om dat nu al te doen. Hoezo? Jij... Zoiets verveelt niet. Ella heeft ook alle kerstfilms, alle leuke kerstfilms, nee, heb jij zo wat al gekeken. Dat is niet waar, ik heb... Nee, ik heb nog weinig niet gezien. Ik heb al die leuke bewaar ik. Home Alone heb ik nog niet gezien. Oké, Mathilda hebben we wel gezien. De Christmas Chronicles of Chronicles. Ja, die hebben deel 1, 2 maar dat en is niet 3. Oh, dan deel 1 en 2. Er is, zeg maar, 11 heb ik nog niet gezien. Wat heb je nog meer voor echt goede kerstfilms? Nou, Home Alone zei ik dus net, heb ik nog niet gezien. Mathilda hebben we dan wel gezien. Dat is een beetje jammer. Hoe heet die nou? De nog wat, de Polar Express, die hebben we ook nog niet gezien. De Holiday hebben we nog niet gezien. Oké, nou, we hebben nog veel films om te kijken dus. Hey. Hey. Meestal begin ik met goeiemorgen, maar dat is het niet, want het is nu 3:30. Nee, 4:00. Ja. Wat dan? 4:30. Wat dan? Hoe laat is het? Nou, 4:00 afgesproken, ik hoop niet dat het 4:00 is. Nee, hier, het is 4:10. Ja. Nou, het is nu 4:10 en wij gaan richting Nick en Jessie. En dat zijn vrienden van ons, die heel lang in Curaçao hebben gewoond. En misschien dat sommige mensen hun nog herkennen van echt heel lang geleden, dat ik ooit in Curaçao was. Maar ik denk het niet. Dus dat is toch 4 jaar dan?
Ja, volgens mij wel. Ja. Lekker man. Maar goed, we gaan daar gezellig eten met hun ouders en ook mijn ouders. En die van Ruben ook, toevallig. Ja, hè? Dus het wordt gezellig. Oh ja, en we gaan met de tram. Alleen, ik heb geen OV-kaart. Dus ik moet eventjes een kaart. Je kan toch gewoon in de tram een kaartje kopen? Ja. Nou, top. We hebben het anders opgelost. We gaan nu op de Felix. Je en dat vind ik ook leuker. Lekker door het centrum van Amsterdam, ja, op de Felix. Niet te wachten. Ja, want we moeten ook naar de Jordaan. Dus dan ga je redelijk door het centrum. Ook nog eens even leuk. Nou jongens, daar gaan we. Wat een gezelligheid. Let's go. Oh jongens, we rijden nu door centrum Amsterdam. Maar vandaag is ook de Amsterdamse marathon. Dus het is echt fucking druk. Maar gaat lukken. Het gaat lukken. We gaan de goede kant op. Maar beter zijn we niet met de tram gegaan. Want net ook bij de tram stond ook helemaal vast. Dus we hebben een goede keuze gemaakt. Kijk eens, wat leuk jongens. Over de Amsterdamse grachtjes. Amsterdam blijft wel zo mooi. Hè? Ook daarom is het ook leuk om met een, wat ik van tevoren al zei, om met een scooter zeg maar er doorheen te gaan. Is echt leuk. Wat een toeval, wat een timing. Toeval, we hebben wel gesproken met ze. Maar ook echt precies hier. Het is nog verder daarin, toch? Ietsjes. Maar we waren op tijd. Wat? Hallo. Hey, doe je? Nou, staan we dan in de Jordaan. We moeten nog een stukje die kant op, maar we kwamen toevallig, ja, onze ouders tegen. Kijk eens even wat een gezelligheid met de mannen. Met de mannen. Ja, was wel leuk. Op de verjaardag van Ruup zouden we naar de supper gaan. En daar waren deze gasten ook. En toen zei ik nog, ik neem mijn camera mee. En wat was ik vergeten? Mijn camera. Heel mooi. Maar we gaan zo gezelligheid eten. Kijk eens even. We lopen nu naar het restaurant. Lekker door de stad. Dat is wel, jongens. Bij Amstelveen, waar wij wonen, zeg maar. Daar heb je dit niet. Dit is wel echt, echt gezellig. Oh jongens, kijk, ik zie ze al liggen. Die moet ik hebben. Zo, we zijn weer thuis. Jongens, het was hartstikke gezellig. We zijn lekker uit eten geweest en daarna gingen we even nog even lopen. Want die jongens die woonden in de Jordaan. En toen kwamen we bij een heel grappig, schattig cafeetje. En we raakten een beetje in de praat met die kroegeigenaar. En het cafeetje komt dus uit 1624. Dat is echt lijp. Ja, vet, hè? Ook die oude bekers. Ja, echt lijp. Gewoon, alles was gewoon nog helemaal van hout. En je had een heel klein wc'tje. Het zag er echt heel, heel vet uit. Alsof en het zeg maar doorspoelen was zeg maar buiten de wc. Je ja, het was echt lijp. Alsof je zeg maar gewoon teruggaat in de tijd. Maar goed jongens, we zijn lekker thuis. En ik ga lekker mijn bedje in, want ik ben kapot. Een hele goede morgen, jongens. Zoals jullie zien, ik ben bij de sportschool. En ik ben net weer helemaal kapot gemaakt. Heerlijk. En vanochtend was ik om 7 uur 's ochtends opgestaan. Omdat deze week voor de serie van Katje naar Sixpack is de challenge dat ik elke week om 7 uur moet opstaan. Dus een week lang. Maar jongens, ik ben weer gesloopt. Ik had volgens mij laatst tegen jullie gezegd dat mijn nieuwe nummer Dief in de Nacht, dat die uitkomt op de 28ste. Maar het wordt iets later. Hij komt 3 november uit, jongens. Dus 3 november komt Dief in de Nacht uit, jongens. En ik heb er zoveel zin in. Dus 3 november komt Dief in de Nacht uit op Spotify. Videoclip komt dan ook uit. Dus jongens, ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd naar jullie reactie, jongens. Niet normaal. Oké, jongens. Kijk, ik heb natuurlijk nu deze monitor. Maar hij is een beetje klein en een beetje oud. Dus hij heeft niet echt hele goede kwaliteit. Dus ik ga nu eventjes naar de Mediamarkt en dan ga ik eventjes een nieuwe kopen. En dan kan ik weer lekker gaan editen. Dus let's go. Oh, jongens, we zijn eventjes aan het kijken naar het scherm. Maar kijk even hoe breed deze is. Dit is echt. Dit is echt niet normaal. Ja, wel fucking dik. Maar goed, jongens, we gaan eventjes, even wat scherm uitzoeken. Je moet letterlijk gewoon je hoofd zo doen. Ja, ik wilde wel. Ja, ik wilde. Zo! Wat is dit voor ding? Holy shit. Ja, ik wil dus wel eentje die dan zeg maar met curved is. Wel een curve, dat vind ik vet. Maar goed, jongens, genoeg keuzes, dus we even uitzoeken. Topste guys. Kijk eens even, hey. We hebben een scherm. Wacht. En jongens, dit is een topper. Wat ga je doen? Bij de wil je een tosti ijzer? We hebben een tosti ijzer, Wim. Ik heb wel even een goede unit gekocht, hey. Niet normaal, 34 inch. En het scherm ook. Ja, oh. Nou jongens, weer terug naar huis en dan ga ik hem even installeren. En dan ben ik heel erg benieuwd. Yo. Ik heb hier een doos. Met een scherm erin. Huh? Voor wat? Voor mijn computer. Huh? Zodat ik lekker kan editen. Huh? In 4K. Huh? En 160 hertz. Huh? En hier is een plas water. Yes, de Biriel. Hoe leuk is dat? Voeg hem nu toe. Cent. Hey. Hey. Is dat even mooi? Ja, dat doe je leuk, hè? Dat doe je leuk. Jongens, het scherm. Kijk eens even. Hij is zo nice. Het is een curved scherm. Dus als je zeg maar zo kijkt, zie je, is hij dus gecurved. En het is echt ziek goede kwaliteit, jongens. Ik ben er echt zo blij mee. Hebben we goed gedaan, Wim? Zeker. En we hebben ook in de woonkamer iets nieuws. Oh ja, en we hebben in de woonkamer iets nieuws. Want ik had het toch laatst over dat we het licht. Dat wij vinden dat het licht. Even over het licht gesproken. Pats. Nee, neemt uit.
Kijk, we hadden het over dat, zeg maar, hier heb je veel licht, daar heb je licht, maar daar niet. Maar kijk eens even wat we hebben gekocht. Een nieuwe Philips Hue lamp. En we noemen hem plantje, we hebben hem zo in de planten gezet, haar. Maar kijk, daar hebben we nu licht, daar hebben we nu licht. Eigenlijk moet er nog eentje daarboven op gooien. Ja, maar serieus, dan heb je dit probleem opgelost. Ja, maar kijk, dit ziet er nu ook echt top uit. Zie je, we hebben nu daar ook licht. Amber die was net hier en die zei ook van, zo, jullie houden wel van LED. Maar ik vind serieus, LED echt altijd fucking gezellig. Maar het is ook niet... veel sfeervoller. Ja, het is veel sfeervoller zo. Het is top. Ja, echt een goede aankoop, jongens. Dat was 50 euro en ik vind het serieus niet duur. Echt een mooi ding. Holy shit. What the fuck is dit? Kijk even deze lucht, jongens. Wow, ik heb serieus nog nooit zo'n mooie lucht gezien hier in Nederland. Echt heel lijp. Kijk eens even, jongens. Ik ben lekker gaan editen, maar ik ben zo blij met mijn scherm. Het is zoveel chillen werken. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Dit was hem weer voor deze vlog. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je deze video leuk? Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek je jullie later.